Kappen, voorzetje geven, bal aangeraakt, weggekopt door Sosa. Randje 16, Flamingo, goal! Flamingo! Flamingo neemt die weggekopte bal op de rand van de 16. Ineens op de pantoffel in de verre hoek. Gorter kansloos. Utrecht krijgt lood naar Bergen. Ryan Flamingo. Hij deed het al tegen Ajax. Tegen Feyenoord. En dat komt nu ook tegen Ajax. Fantastische treffer van Flamingo. Die bal in één keer op zijn schoen heeft. Dat scheelt niet heel veel, zeg. Op die kopbal van Mike van der Hoorn. Hij zit erin. Hij zit erin. Doelpunt, zegt de assistent. Het is een doelpunt. Hij zit erin. Van der Hoorn, zegt de assistent. Nou, dan gaan we kijken. Dan gaan we kijken naar de beelden. De assistent steekt de vlag omhoog. En FC Utrecht leidt met 2-0. Zegt assistent Kutje Merkier. Aan de andere kant van het veld. Hiechler nu in gesprek met Gorter. Nou, we zitten bij de monitor. We gaan eens goed kijken. Daar komt de hoekschop van Labiat. Daar is de kopbal van Van der Hoorn. Ja, die zit erin. Die zit er echt in. Gorter haalt hem achter de doellijn vandaan. De VAR zal nog even kijken. En daar zal nog een lijntje gezet worden. Maar ja, op dit beeld, want dit is van achter het doel waar ik nu naar zit te kijken, kunnen we het niet zien. Maar de VAR heeft het ook gezegd. Het is 2-0 voor Utrecht. Van der Hoorn komt hem binnen. Hij hoogt de 16 in. Barkas loopt naar die bal. Moet daar eigenlijk wegblijven. Voorzet en de goal van Hlynsson. Die maakt hem met de borst. Ja, je moet even geen tegengoal krijgen, maar die valt wel in minuut 52. De voorzet vanaf links. En Hlynsson, die verlengt die bal met de borst. En daar is de gelijkmaker. Daar is de gelijkmaker. De tweede treffer van Hlynsson. Prachtige goal van Ajax. In één keer genomen in de kruising. Dan zat Utrecht op rozen na 52 minuten. Met die 2-0 van Marwan. Is dat een penalty? Ja. Oh ja. De bal gaat op de stip. Ja, dat is een penalty. Overtreding gemaakt tegen Brian Robbie. Het uitvak dat helemaal is opgeleefd. De 1200 Ajaxiden. Die kunnen zo dadelijk wellicht weer gaan juichen. In minuut 65. Utrecht-Ajax 2-2. Het fluitconcert, het streamende fluitconcert voor Steven Bergwijn. Die aan gaat leggen vanaf 11 meter tegenover Barkas. Barkas met zijn handen wijd. Bergwijn met een penalty. En het is 3-2 voor Ajax. Bergwijn in de linkerhoek. Barkas in de rechterhoek. Moeilijk ook. Kans. 3-3. Kortstraat. 3-3. Wat een wedstrijd, hè? Een spektakelstuk. Azakar, Fraulo is mee. Azakar, Fraulo, Fraulo, Fraulo! Ja. Wow, 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 wow! Marwan Azakar met de wereldactie. En in de 90ste minuut is het 4-3 door Fraulo. Oscar Fraulo maakt de goal tot helemaal, maar niet helemaal, want Fraulo maakt hem af. Voor 90% op het konto van Marwan Azakar.